Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Het is warm en dat betekent dat het zomer is en in de zomer betekent gras maaien. Want, ja, het is zomer en dan maaien natuurlijk altijd het gras. Dus, dan zullen jullie vast wel raden wat we vandaag gaan doen en dat is namelijk gras maaien. We gaan wel nieuwe maaiers kopen, namelijk wij hebben de puttingenmaaiers hebben wij, deze twee. Die gaan wij vervangen voor kronenmaaiers, die ik ook in Hagenstedt heb gebruikt. Dus we stappen in de Nieuw-Holland T7. Wij koppelen die maaiers aan. Rijden we naar de winkel. Daar verkopen wij ze, want natuurlijk als jij de spullen naar de winkel toe brengt, dan krijg je namelijk 20% bonus en dat is wel lekker. Dus ja, dat gaan we dan ook doen. Gaan aankoppelen. Inklappen die hap. Dan de frontmaaier er nog aan voor. We hadden deze maaier ook wel kunnen gebruiken hoor. Maar een vlindermaaier of trippelmaaier is toch wel iets mooier. Hè? En we hebben de trekkers ervoor. Dus, en veld 2 is een behoorlijk groot veld. Dus ik denk dat dat wel wat wordt. Dus dat betekent dat wij nou naar de winkel gaan rijden. Met deze maaiers, die halen wij weg. Of deze gaan we verkopen. En dan halen wij nieuwe, dikke, mooie kronenmaaiers. Het is een reskin van de twee puttingers. Of van de twee kuns. Een van de twee. Of van de kun of van de puttinger. Dat is een reskin. Maar dat maakt niet uit. Want dat wordt wel wat. Een stukje achteruit, want anders kan die auto er niet langs. Oké, let's go naar de winkel. Voor onze gloednieuwe trekkers. En weet je wat het is, jongens? Kijk, het is namelijk, dit is namelijk een Engelse map, dus we rijden aan de linkerkant. En er staat natuurlijk 30 mijl per uur, want in Engeland hebben ze 30 mijl. Nou, en 30 mijl per uur is ongeveer 50 kilometer per uur. Ongeveer 48 kilometer per uur, om precies te zijn. En deze trekker kan maar 5, dus in principe zouden wij eigenlijk vol gas er doorheen kunnen. Want we mogen maximaal 50 kilometer per uur, en deze trekker die gaat niet harder. Maar als het wat rustiger wordt, of als het wat krapper wordt en dergelijke, dan gaan wij afremmen. Bijvoorbeeld bij een, hoe heet dat? Bij een zebrapad, dan moeten we gewoon rustig rijden. Kijk, deze auto die rijdt ook ongeveer 50 mijl per uur, zie je dat? We kunnen er makkelijk achterblijven, dus. Dat moet wel goed komen, maar we gaan dus deze verkopen. Dan gaan we veld 2 gaan we helemaal maaien. En we kunnen nou ook, by the way, het is 11 graden, dat betekent dat wij nou ook mais kunnen importen. Dus dat moet ook gebeuren. En daar kunnen wij de dirt voor gebruiken. Maar we hebben een probleem met de maaien, of de zaai die we op dit moment hebben. Dat is namelijk die lemken zaai die ik heb, die werkt niet. Maar ik heb een nieuwe nieuwe zaaimachine, poortmachine hoe ik wil noemen, heb ik gedownload. En die gaan we vandaag gebruiken. Maar als het goed is, moet dat werken. En laat ik jullie zo meteen zien welke dat is. Want we zijn bijna bij de winkel. En dat is eigenlijk puur voor mais. Dus ik denk dat dat ook wel leuk is. Want veld 10, dat moet gewoon met mais worden gepoord. Want dat mais hebben we nodig voor silage. Ja, toch. Dus dat gaan we dan ook zeker doen. Alright, hier zijn we. De maaiers koppelen we af. En deze ook. En mensen die zeiden ook inderdaad van Lars, je moet veel meer in de cabine zitten. En dat wil ik ook wel doen, maar dan heb je constant bij elke video heb jij dezelfde camera standpunt. En dat is gewoon niet mooi. Dus, dat betekent dat ik de ene keer doe ik met in de cabine en de andere keer niet. Hè. Dat is trouwens de band, ja. Maandag om 2 uur, ik maak de foto trouwens niet. De fotograaf komt dan op het adres van de boer. Want ik heb namelijk aankomende maandag heb ik een interview met Tubantia. Super vet. Ik heb er zin in. Alright. Deze gaan we verkopen. Nou, 6000. En 8000. Nou, dat is toch al wel weer lekker. En dan gaan wij dus de nieuwe maïs kopen. Dat zijn deze twee. Volgens mij is dat een reskin van de. Van de Lily. Als ik dat zo zie. Zie je dat? En de nieuwe zaaimachine, dat is. Oh, die heb ik nog niet geactiveerd. Die moet ik straks even activeren. Maar die zit dus in de modhub. En die gaan we dus zo meteen gebruiken. Ik kan dat natuurlijk zo meteen direct eventjes doen.
Maar we moeten gewoon in ieder geval MySport. Misschien dat we dat de volgende aflevering gaan doen. Want moeten af deze aflevering, af volgende aflevering, moeten wij gewoon mais gaan boren. Want anders wordt het niet wat. Nou, het is en het blijft seizoenen, hè. Dus je bent heel hard aan het werk. Alright, ik rijd terug naar de boerderij. En dan gaan we veel twee gaan maaien. Alright, hier zijn we dan bij het grasveld. Laten we met het grootste gedeelte beginnen. Want het gras ziet er heel gezond uit, dus dat is wel lekker. We hebben dat gras gewoon nodig. En dan zit ik eventjes te denken, we hebben eigenlijk hooi en gras nodig. Dus dan moeten wij de ene helft, als wij de linker helft hooi doen en de rechter helft gras, dus dan moeten wij de linker helft moeten wij ook gaan schudden. En de dieren die moeten ook verzorging nodig hebben. Ach, we hebben het zo druk. Maar ja, nu is het maaiseizoen aan, maaiseizoen is begonnen, dus dan moeten wij ook gewoon maaien. En dan moeten wij dan zo snel mogelijk natuurlijk binnenhalen. Maar als je het gras te lang laat liggen, dan heb je namelijk ook dat het gras gaat rotten, volgens mij. Als ik het goed heb. Ik weet niet of dat ook precies zo is, maar als ik het goed heb wel. Want we hebben dit veld behoorlijk goed bemest, dus het zou wel eens goed kunnen zijn dat wij heel veel balen kunnen krijgen. In ieder geval dat het gras is gezond. Dus daar gaan wij ook vanuit dat wij een behoorlijke grasoogst hebben voor de eerste snit. En dat zou wel lekker zijn. Wij gaan de Krone Ultima gebruiken voor balenpersen. Die moet je ook zelf bijvullen en zo, dat is ook wel super vet. Die we ook in de nieuwe map hebben, Frisian Marts. Die moeten wij ook daar gebruiken. Die gebruiken we ook hier. Maar dat is gewoon een prachtige balenpers. We kunnen ook de Gubal LT Master gebruiken. Maar jullie zijn dat die te vaak gebruikt. Dus daar gebruiken we nou de Krone Ultima. Dus. Maar goed, dit ziet er goed uit. Wij moeten lekker gras maaien. Om gras voor de koeien te regelen. Zowel hooi als gras. En dan gaan we veld 10. Gaan wij de volgende aflevering denk ik vast klaarzetten. En dan aan het werk zetten eigenlijk. Ik maak hier straks wel een timelapse van. Ik ga eerst eventjes een stukje zelf maaien. Dat knip ik eruit. En dan als grotendeels dit klaar is, doen we de andere kant nog. En dan maken we er een timelapse van.
gemaaid. En dat zijn alle tweede velden gemaaid. Dat moet natuurlijk nog eerst drogen voordat we het gaan schudden. Dus de volgende aflevering gaan wij het schudden. Dan kan het namelijk mooi drogen. En misschien dat we de volgende aflevering dan ook wel direct eventjes balen gaan persen. Moet eventjes kijken. We moeten en harken en... Of en schudden en harken. Dus moet eventjes kijken hoe lang dat gaat duren. Want anders doen we dat... de tweede aflevering, om het zo maar te zeggen. Want, nou ja, in ieder geval, het gras ligt nog allemaal open. We hebben natuurlijk nog veld 20 en veld 24 is ook nog gras. Maar ik denk dat we dat voor een andere keer gaan bewaren. Mochten wij een keer wat anders doen. Even kijken, die kunnen uit. Deze kan ook eventjes uit. Want ik was verderop was ik nog wat vergeten, dus... dan gaan we zo ook heel even... Dat kunnen we nou trouwens wel eventjes doen. Dan redden we eventjes naar de drone toe. Dan gaan we eventjes met de drone hier over het gemaaide gras heen. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ik denk dat dat wel mooi is. We was hier nog een klein stukje vergeten. En hier nog. Zo. Nou, het gras ligt er lekker gezond bij. Dus nou, zoals ik net ook al zei. Dan gaan we de volgende keer gaan we dat mooi eventjes schudden. We gaan wel een wat grotere schudden kopen, dacht ik zo. Misschien dat ik nog eventjes een nieuwe mod ga proberen te vinden. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar... Ik ben benieuwd. En is het alweer zomer, jongens? Oh, is. Ja, dat was onze nieuwe maaien. Helaas. Het is wel een heel hobbelig weggetje, dit trouwens, hoor. Zo. Ik wil eventjes de motor uit. Dat is wel eventjes... dan kan de motor ook eventjes afkoelen. Oké. Okay. Even kijken hoe dit eruit ziet. Ja, als we een beetje gaan kijken, hè. Het ziet er allemaal wel mooi uit. Het gras ligt er gezond bij, dus dat is ook fijn. Kijk, dan kan het namelijk mooi drogen. Dat is wel fijn. Oké, maar nou moet ik eventjes met de drone. Want er zit helemaal geen rem op dit ding. Dat vind ik zo vreemd. Je kunt niet remmen met dit ding. Kijk, hij vliegt nou één kant op. Zie je dat? Dat is toch vreemd? Ik vind dat zo vreemd. Je kunt niet remmen met dit ding. Dus dan moeten we maar eventjes rustig gaan vliegen. En niet al te hoog. Want de vorige keer ben ik natuurlijk helemaal... Ik wist niet wat er allemaal gebeurde met die drone. Dat was echt verschrikkelijk. Ga 60 km per uur. Oeh, die boom. Hup, dwars door de takken heen. Dat is op voor het dak. En dan denk ik dat wij... de drone hier ergens neer gaan zetten. Hier. Niet op het dak, want dan komen we er niet meer bij. Of wel op het dak, dat kan ook. Stukje vooruit. En dan mag hier omlaag. Oefening baart kunst, hè. Nou, dan zetten we dat hier wel neer. Heb ik hier. Dan kan een drone hier mooi staan. Heel mooi. Wat we dus nu gaan doen. Is. Denk ik. De maaiers eventjes schoonmaken. En de trekkers schoonmaken. En dan kan het gras kan eigenlijk. Ja, drogen. En dan kunnen we de volgende keer gaan schudden. Dan ga ik heel eventjes op zoek naar een nieuwe schudden. Want anders gebruiken wij deze schudden. De puttingen, denk ik. Of de lotus. De lily lotus. Maar dan moeten we eventjes kijken. Wat mooi is misschien dat ik nog een ander merk kan vinden of zo. Dat is misschien ook wel leuk. Maar ik ben tevreden over het gemaaide gras, jongens. Dat moet ik wel toegeven. Het is grotendeels timelapse geworden, deze video. Maar we gaan eerst de Nieuw-Holland eventjes schoon spuiten. De maaiers eventjes gewoon spuiten. En dan mag het gras drogen. En dan gaan we de volgende keer gaan we schudden en harken. En dan hebben we in ieder geval een, genoeg balen voor de volgende keer. Want dat is wel fijn. Alright, let's go. Even over het gemaaide gras. Moet maar eventjes. Maar volgens mij zijn de maaiers die zijn wel ietsje smerig. Maar dat doet er niet toe. Nou, schoonmaken dat ding. Wel een deur dicht. Oh.
wel even schoonmaken, want anders... Je moet natuurlijk wel je machines en dergelijke moet natuurlijk wel schoon houden, hè, want... Dat is wel net zo netjes. Ja, de maaiers die zijn wel een klein beetje smerig. Zo. Voorkant. Prima. Oké, eventjes de deur dicht, want straks rijden we ergens tegenaan. En dat dan, pas op voor de drone. Zo. Dan koppelen wij de maaiers af. Die leggen we gewoon in het gras, denk ik. Dat is de mooiste plek. Denk ik. Zullen we... kan hij hier onder het dak? Als dat kan, dan is het ideaal. Kijk, die zaaimachine die ik bedoel, die blauwe, die kunnen we niet gebruiken. Want dat werkt niet. Gaat dat passen? Ik denk het niet. Nee. We moeten hem uitklappen. Dan moet ik heel erg oppassen voor die... Nee, dat gaat niet passen hier. We kunnen natuurlijk... Waar kunnen we de maaiers wel? Hier bijvoorbeeld, naast de zaaimachine. Waarom doe ik moeilijk? Ik kan hier toch ook gewoon... Want dat is een beetje de trekkerschuur. Wat we daar hebben. Want als de winter natuurlijk komt... Dan moet alles moet mooi... onderdak staan. Of course. Dus ik moet eventjes draaien. Dus maaien mag ervoor. Hupsakee. Heel mooi. Dan kunnen we de Nieuw-Holland kunnen we ook weer parkeren. En ik denk... Ik weet niet, moeten wij veld 40 nog een keertje gaan speuren? En veld 42 en veld 1? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, veld 1 kan niet. Want we hebben niet genoeg mest. Dus dat is een beetje jammer. Want we moeten de volgende keer moeten we dus... Och, we moeten nog zoveel doen. De dieren hebben nog water nodig. En weet ik veel wat ze nog allemaal nodig hebben. Kijk, als er een paar schapen doorgaan, is het niet zo. Want we hebben er toch 133. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Want ze hebben echt ontzettend veel wol. Dat kunnen wij in de winter gaan we dat verkopen. Niet nu. In de winter gaan we dat verkopen. Want we hebben het nu veel te druk met het gras en de gewassen. Maar ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Dus de volgende aflevering krijgen we ook lekker druk. Het is 17 graden, dus het is een lekkere temperatuur. Als je dit natuurlijk een leuke video gevonden hebt, vergeet natuurlijk niet eventjes die like erop te knallen. Mocht je dat niet hebben gedaan, ben je nog niet geabonneerd. Doe dat dan ook zeker eventjes, helpen mij enorm mee. En dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!